Hartelijk welkom, mensen hier in de Pingpongzaal. Uw kijkers thuis ook van harte welkom. En vooral een hartelijk welkom aan de twee deelnemers van vanavond aan het debat. Dat geheel in het teken staat van de voorgenomen herindeling tussen Landgraaf en Heerlen. Dit wel niet een politici die het debat gaan voeren, maar twee burgers uit Landgraaf. De een vertegenwoordigt, even kijken, de burgercommissie zelfstandig Landgraaf. En de ander, aan de linkerzijde, dat is de vertegenwoordiger van de stichting in oprichting voor fusie. Voordat we met het debat beginnen, wil ik even de deelnemers van vanavond aan u voorstellen. Dat is aan mijn rechterkant is dat Guy Erkens, links Liam Rumkens. Heren, Guy Erkens, wie is Guy Erkens? Nou, de naam zegt, heeft u al genoemd. Mijn naam is Guy Erkens, ik ben 28 jaar, ben woonachtig in Landgraaf. En in dit gesprek neem ik het standpunt in om tegen herindeling te zijn. En ik vertegenwoordig het woord van het burgercomité zelfstandig Landgraaf. Dankjewel. Liam Rumkens. Liam, wie is Liam Rumkens? Ik ben Liam Rumkens, 22 jaar. Ik ben afkomstig uit Nieuwenhagen, te Landgraaf. Momenteel student aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En ik vertegenwoordig de Stichting voor Fusie in dit debat. Dankjewel, heren. Dan nog eventjes over de opzet van dit debat. Dit is als volgt. Liam die stelt aan Guy een vraag. Guy krijgt vervolgens een minuut de tijd om een antwoord te geven op die vraag. Dan gaan we een tweede termijn pakken en dan kan Liam daar nog een halve minuut op inhaken. En vervolgens krijgt Guy nog eens een keer een halve minuut de tijd om daar een weerwoord op te geven. En aan de andere kant is het uiteraard vice versa. Dan gaat Guy de vraag stellen en dan is het omgekeerd. Ik denk dat het nu tijd is dat we eens gaan beginnen met het debat. En ik zou zeggen, laten we aan de linkerkant eens beginnen met Liam. Liam, jij gaat een vraag stellen aan Guy. Men hoort veelvuldig dat de financiële situatie van Landgraaf zoveel beter zou zijn dan die van Heerlen op dit moment. Echter blijkt uit een recent rapport van de provincie dat dit enkele momentopname is. In de toekomst en op de lange termijn is de financiële situatie van de gemeente Heerlen niet alleen stabiel, maar ook nog eens sterker dan die van Landgraaf. Landgraaf teert juist in op haar reserves de komende jaren en komt op steeds grotere achterstand. Waar gaat u het geld vandaan halen om Landgraaf te einde te houden? Bedankt voor uw eerste vraag. U heeft het over de reservepositie van Landgraaf. Hè? U zegt letterlijk, Landgraaf teert op de reserveposities, teert op de reserves. Kijk, reserves die worden gevormd met een doel. En de gemeenteraad en Landgraaf heeft unaniem besloten om de reserve zoals die nu staat, om die ook zo te gaan indelen. De reserves die houden onder andere in dat Landgraaf het hoofd boven water kan houden als er storm is. De reserves houden ook in bijvoorbeeld dat er gefinancierd kan worden voor het sociale domein. Ja, dat is natuurlijk een belangrijk puzzelstuk wat vanavond ook aan bod zal komen. Financiering van het sociale domein zit ook in de reserves. In de reserves zit ook nog investeringen. Denk aan de randweg, denk aan het zwembad. Dus die reserves wil niet zeggen dat Landgraaf teert op die reserves. Landgraaf heeft die reserves juist zo gevormd om die te kunnen handhaven, om vooruit te kunnen kijken en zelfs om te kunnen investeren. Als men gaat stellen dat Heerlen stabiel is op de lange termijn, als je kijkt op huidig moment, Heerlen heeft een schuld van 197 miljoen euro. Die schuld is gegroeid van 170 naar 197. Guy, mag ik even, we zitten een beetje over de waarde en afspraak een minuutje. Oké. Okay. Goed dat u mij daarop attendeert. Ja, want we houden eens een beetje aan de afspraak. Had je nog iets toe te voegen? Was dat het even? Eigenlijk wel, maar het eerste stuk is het kernstuk. Ja, dankjewel. Ja. Liam, aan jou het woord om daarop te reageren. Ja, ik denk dat u mijn vraag verkeerd begrepen heeft. Met het interen op de reserves bedoelen wij op de lange termijn, zoals meermaals is aangegeven, in de raad door bijvoorbeeld de heer Boymans van GroenLinks, dat op termijn, en ook trouwens bekend bij de provincie, dat op termijn de financiële situatie van de gemeente Landgraaf niet meer zo is dat ze alles kan betalen wat ze op dit moment moet betalen. Niet meer kan voorzien in het sociale domein vooral. Maar ook op dit moment al bezuinigd wordt en wordt gekeken om van de vaste betalingen zoals ze nou gaan over te gaan naar lump sum betalingen. Puur om te kunnen bezuinigen om de arme mensen, zeg maar, de zorgdragenden in Landgraaf de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben. Goed, Guy. Ik kan eens nog even reageren op hetgeen wat Liam verteld had. Ja, natuurlijk. Hè. Liam, als ik het goed heb, herhaal je een gegeven wat de heer Boymans, als ik het goed heb, heeft gesteld. Hè, dat de financiële prognose van Landgraaf, ik vat het even samen, achteruit zou gaan de komende jaren. Hè. Weet je, vaak is het zo met prognoses, dat ze ook vaak niet blijken te kloppen.
En het enige wat we op dit moment wel echt hebben in Landgraaf, en jij noemde momentopname, maar dan hebben we dit momentopname. En we hebben cijfers waaruit blijkt dat Landgraaf op heel veel gebieden veel steviger en sterker staat dan Heerlen. En als je spreekt van prognoses, gaan wij als burgercomité liever uit van feiten. He, prognoses kunnen uitwerken, maar er is ook heel vaak gebleken dat prognoses niet werken. En wij berusten ons liever vooral bij een omvangrijke beslissing als een fusie, berusten wij ons liever op feiten. Dankjewel. Ja, kijkers, dit was de eerste ronde. Er zit toch al een beetje vaart eigenlijk in dit debat. We gaan het niet helemaal secuur nemen, een minuutje, een halve minuut. Ja, want dan zou het debat eigenlijk schade doen. Dus we krijgen toch een beetje wat extra tijd erbij. Dankjewel, Liam. Guy, aan jou nou jouw eerste vraag aan Liam Brumkes van de Stichting Voor Landgraaf. Ja. Voor Fusie. Sorry, neem me niet kwalijk. Dankjewel, meneer. Liam, de eerste vraag aan jou van mij is: op democratische wijze heeft de Raad op 6 januari tegen het herindelingsvoorstel gestemd met 10 voor en 15 tegen. Desondanks is er een feestje gepland in de Overste Hof. Daar zijn waarschijnlijk de laatste afspraken gemaakt hoe dit democratisch besluit omzeild kan worden. En op 17 januari in de vroege ochtend heeft deputé Koopmans al de oplossing. Ik neem de regie gewoon over. Dit is zeer ondemocratisch, of niet? Daar kan ik heel duidelijk in zijn. Ik zit hier als burger en bij onze stichting houden wij het ook bij burgers die zich bemoeien met Landgraaf en de fusie. Wij zitten hier niet om politieke verantwoording af te leggen als dat al nodig zou zijn. Ja, wij behouden ons graag liever bij de inhoud en kijken liever naar de toekomst van Landgraaf, wat Landgraaf verder kan brengen, wat de burgers verder kan brengen, zeker de meest onlastige burgers in Landgraaf, maar ook een ieder ander, omdat wij graag toekomstgericht zijn. We willen niet vast blijven hangen in de achterkamertjes van de politiek. We willen niet vast blijven hangen in de probleemstellingen tussen politici onderling. We willen gewoon vooruitdenken, vooruitkijken en samen verder naar een sterker Landgraaf. En daar hoort dan misschien binnenkort ook Heerlen bij, op gelijkwaardige voet. Dus je zegt gewoon van ja, dat is eigenlijk iets wat de politici eigenlijk min of meer aangaat en niet de burgers. Ja, daarnaast kan ik daaraan toevoegen dat wat gedeputeerde Koopmans doet, is in ieder geval bij het grote publiek bekend, dat dat vooraf besproken is bij het CDA in Landgraaf. Die staan op het moment aan de tegenkant. Zij waren daarmee bekend. Als zij daar problemen mee hebben, moeten ze dat bij hun eigen gedeputeerde melden. Dankjewel, Leon. Guy. Wat mij opvalt aan uw antwoord, meneer Rumkes, is dat u op de eerste vraag die u aan mij stelde, gaf u heel duidelijk een antwoord vanuit de politiek aan. U gaf het voorbeeld van de antwoord van meneer Boijmans aan. En in uw laatste antwoord pakt u toch ook weer de politiek in uw antwoord. Terwijl u van tevoren, in de korte gesprek wat we nu hebben, gaf je aan dat je eigenlijk de politiek bij de politiek wilde laten en dat je dit gesprek voor de burger bestemd wilde laten. Maar je brengt zelf de politiek erin. Ik wil er toch heel kort ook nog wat verder gaan. Om het begrijpbaar te maken voor de burger en Landgraaf, hè, zoals je dat ook graag wil hebben, dat maak ik op uit jouw woorden. Het is ongeveer een beetje een middeleeuwse tactiek die hier wordt toegepast tegen de burger van Landgraaf. En ik zal het kort uitleggen. In de middeleeuwen had je een rijke familie, in dit geval de provincie, die wilde de man in de familie, in dit geval Heerlen, uithuwelijken aan een jong bloempje, een mooie schone jonge dame, in dit geval Landgraaf. Kijk, in de middeleeuwen ging dat jonge schone dame ging vaak akkoord, want er werden letterlijk een kopje kleiner gemaakt als het nee zei. Maar in die tijd leven we niet meer. Je kunt niet zomaar stellen dat je gewoon een fusie wil hebben en als je dat niet doet, hakken we letterlijk de kop van je hoofd af, want dan leven we je toch gewoon in bij Heerlen. Dus die schone jonge dame, die wil niet trouwen. Landgraaf wil niet met Heerlen trouwen. Er is al sprake van een scheiding, voordat je überhaupt al over een huwelijk zou kunnen praten. Dankjewel, Guy. Hoe is het met Liam? Een beetje overdonderd eigenlijk met dat schone huwelijksverhaal? Of, Nee, totaal niet. Het is een stellingname die mij zeer zeker duidelijk bekend is. Het is namelijk een stellingname die gebaseerd is
U geeft het zo graag, zeggen u net, over de feiten. Dit zijn foute feiten die u weerspiegelt aan de burger van Landgraaf. De gemeente Landgraaf, als gemeente zijnde, als orgaan zijnde, heeft eerst een fusievoorstel gedaan aan de gemeente Brunssum, voor een ambtelijke fusie. Vervolgens heeft het college van BMW, dat een zelfstandig orgaan is, in samenspraak met de partijen in de raad, een voorstel gedaan om te fuseren met Heerlen. Let op, Landgraaf heeft dat voorstel gedaan aan Heerlen, Heerlen heeft dat voorstel niet gedaan aan Landgraaf. Op de termijn, zeg maar, dat daar besluitvorming is gekomen, is het inderdaad spaak gelopen. Dat is heel jammer, maar u moet ook erkennen, en dat erkent u niet, dat gedeputeerde staten en provinciale staten democratische organen zijn, die behoren tot onze parlementaire democratie, en de besluiten daarvan zijn ook verankerd in onze grondwet en zijn daarmee rechtsgeldig en ook democratisch. Dankjewel. Nou ben ik even het overzicht kwijt. Moet jij nou nog een antwoord geven? Volgens mij was dit was meneer Reumkens, was degene die als laatste zal antwoorden. Oké, okay, ja. Nou ja, dan knippen we toch eruit, maar we zien het uit eigenlijk. Goed, dankjewel. Dankjewel. Liam, Guy, aan jou nou weer de beurt om de volgende vraag te stellen. Meneer Reumkens, de tweede vraag aan u is. Een jaar lang wilde de coalitie in 2016 niet toegeven aan het houden van een volksraadpleging. Na het verwerpen van het herindelingsvoorstel laten de vier fractievoorzitters, Heijgraat, Boijmans, Lambie en Van Caldenberg, een artikel plaatsen in de Limburger van 21 januari met de titel Ultieme knieval, niet genoeg. Waarbij met de ultieme knieval bedoeld werd alsnog een volksraadpleging te houden. Waarom kon dat nu opeens wel? Kan alleen maar zijn om de coalitie nog te redden. Ook voor deze vraag ben u toch wel zeker aan het verkeerde adres. De Stichting voor Fusie is niet gelieerd aan een of andere, ja, aan een ieder politieke partij. Wij zijn daar niet mee bekend. Wij zijn niet bekend met de denkwijzes van de heren Rijgraat, Lambie, Van Caldenberg. Ik neem aan dat fractie Haarbos daar wel of niet ook zijn zegje in gedaan heeft als voormalige coalitiepartij. En ik kan er alleen maar op terugkomen in mijn, in mijn respons op de vorige vraag. Het laatste respons. Dat wat er democratisch besloten wordt, hè, volgens de organen die er zijn, dat moet in principe gevolgd worden. Waar ik wel een kanttekening bij plaats dat het provincieniveau boven het gemeenteniveau staat. Dus mocht u daarop willen inhaken, in wijze van democratie, is dat in ons systeem gewoon het systeem zoals het geldt. Dankjewel. Guy? Wat ik zo mooi vind in dit gegeven is, meneer Reumkens, ik stel u een vraag. Ik heb er gehoopt een antwoord op te krijgen op mijn vraag. En het komt een beetje op mij over alsof u deze vraag wil ontwijken met het statement van wat bij de politiek gebeurt, moet de politiek weten. Wij zitten hier als burgers. En ik heb u daarnet in de vorige vraagstellingen toch ook al op gewezen. U gebruikt wel de politiek in uw eigen argumentatie. Maar als ik de vraag stel die politiek gekleurd is, krijg ik geen argumentatie. Althans, krijg ik argumentatie in de zin van wat bij de politiek gebeurt, dat moeten we bij de politiek laten. Die vraag kreeg ik ook al voor dit debat. Mij werd de vraag gesteld, houd het alsjeblieft alleen puur op de burger. Ik heb gezegd, ik zit hier als burger. Alleen je kunt dit onderwerp niet loszien van de politiek. Dus ik zou u toch willen vragen. Ik heb u die vraag gesteld. En mijn vraag is, waarom kan nu of kon toen opeens wel een volksraadpleging gehouden worden? Nou, als u daar het antwoord niet op weet, dan is dat ook oké. Dan zou ik graag willen verder gaan naar de volgende vraag. Mag ik daar een antwoord op geven? Ja, natuurlijk. Ja, de stellingname die u neemt in uw vraag vraagt om verantwoording af te leggen eigenlijk. Dat is in principe wat daar gebeurt. Ik kan geen verantwoording afleggen, omdat ik een burger ben die geen inzage heeft gehad in het proces dat daarbij zich heeft voltrokken. Daarbij ontwijk ik de vraag niet. Het is een vraag die u aan de verkeerde persoon stelt. En daarbij betrekken we niet de politiek dan. Wanneer ik de politiek betrek in mijn antwoord, geef ik enkel aan wat voor een statement mensen gedaan hebben. En geef ik ook nog de juridische context van de besluitvorming daarbij. Dat is niet eens een politiek statement, dat is gewoon puur zoals het in de wet is vastgelegd en zoals de wetgever dat bedoeld heeft. Guy? Ik dacht dat ik eigenlijk niet aan de beurt zou zijn, maar ik wil er toch nog sterk op antwoorden natuurlijk. Meneer Reumkens,
wij moeten toch verder komen in dit debat. Dus ik zou graag een afspraak met u willen maken. U heeft vragen aan mij gesteld die zeker politiek zijn ingekleurd. Ik ben een sportieve tegenstander. Ik heb me daarin verdiept. En ik ga u daar zeker ook in de politieke kleur ook wel antwoord op geven. Maar dan hoop ik ook dat u het doet. U stelt mij politiek gekleurde vragen en ik heb ze aan u gesteld. Dus als we dit een wederzijds debat willen laten zijn, laten we gewoon onze mening geven. Het gaat niet om verantwoorden, het is vraag en antwoord. Over het thema verantwoorden kunnen we een apart debat houden. Maar ik zou ons graag bij deze structuur willen houden. En zonder dat we elkaar op de woorden moeten gaan pakken, want dan wordt het een heel vervelend debat, denk ik. En daar is de burger niet bij gebaat, denk ik, voor het onderwerp herindeling. Goed, Guy. Dankjewel. Je statement gemaakt. Liam, ja, misschien is met de volgende vragen dat we daar dat we iedereen tevreden kunnen maken. Maar ik kan me best voorstellen dat jij inderdaad hier niet zit als politici, maar gewoon als burger. Mm-hmm. En dat je daardoor natuurlijk niet weet wat zich precies in die politiek afspeelt. Ja, dat is ook open en eerlijk heb je dat verteld. Dus we gaan nu even verder met de volgende vraag van jou, Liam. Ja, de schuld die Heerle heeft is een investeringsschuld. Deze is afgedekt en behandelbaar beoordeeld door de provincie. Landgraaf teert in de nabije toekomst in op haar reserves en houdt geen geld over voor het sociaal domein. Laat staan voor het verenigingsleven. Ben u bereid om de armen naar de voedselbank te sturen en het verenigingsleven te doen sterven, puur om zelfstandig te blijven? Guy? Nou, ik wil hier ook bij aangeven, ik ben ook een burger. En ik ben ook niet zo thuis in de politiek. Ja, ik heb gezegd, voor deze vragen heb ik me politiek verdiept. Dus wat voor de heer Reumkes geldt, geldt ook voor mij, ja, meneer. Dus. Maar goed, ook dit is eigenlijk ook wel een politiek ingekleurde vraag. Want het thema voedselbank is een thema wat door heel Nederland speelt. En als, nogmaals, als sportieve tegenstander ga ik hier een antwoord op geven. Ik heb een uitgebreider antwoord hiervoor, dat haal ik niet binnen een minuut. Dus ik zal mijn antwoord iets moeten inknippen. In uw vraagstelling stelt u, als je fuseert, zijn er geen voedselbanken nodig. Als je zelfstandig blijft, moet je dus de mensen in Landgraaf naar de voedselbank sturen. Nou, ik wil alleen even al op het thema voedselbank kort doorgaan. Landgraaf heeft een voedselbank. Heerle heeft ook een voedselbank. En helaas is het de realiteit van de dag dat er inderdaad mensen naar de voedselbank moeten. Als je feitelijk bewijs hebt dat als een fusie ervoor zorgt dat er geen enkel persoon meer naar de voedselbank moet, dan zeg ik, dan heb je zeker een punt om voor een fusie te pleiten. Heb je zeker een punt. Maar vertel me eens, meneer Reumkens. In heel Nederland is dit een zeer bekende problematiek. Heel Nederland, elke gemeente kampt met deze problematiek. In dit geval zou Heerlen de eerste gemeente zijn die het lukt om de voedselbanken te sluiten. Want we zouden dan geen personen meer gelukkig naar de voedselbank hoeven te sturen. Is in dit geval Heerlen zo slim en de rest van Nederland, waaronder Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, nou zo dom? Nou, Jan? Ik zal daar graag op reageren. Ik vind het ook mooi dat u het, de kleuren van de schuld van Heerlen in deze vraagstelling ontwijkt. En gezien dat het een probleem is dat we vaker tegenkomen. Maar goed. We hebben het, u gaat vooral door op het punt van de voedselbank. Het gaat erom dat in Landgraaf momenteel bezuinigd wordt op de armlastige mensen. Op de mensen die zorg het meeste nodig hebben. Om sterker daarvoor te kunnen staan, hebben mensen, en wij staan daarachter, besloten om de armen ineen te slaan, de handen ineen te slaan en samen verder te gaan voor een weerbaardere, sterkere gemeente die beter kan voorzien in de voorzieningen die daarvoor getroffen moeten worden. Daarbij benoemde ik ook het verenigingsleven, waarbij in Landgraaf in ieder geval de subsidies en het geld voor het verenigingsleven mondjesmaat nog maar te betalen is. En er eerder bezuinigd zal moeten worden als we zelfstandig blijven en flink bezuinigd worden, dat kan u niet ontkennen, dan dat we nog kunnen gaan strooien met geld, dat we nog verenigingen in leven kunnen houden. Ik hoef maar één ding te benoemen bijvoorbeeld. We hebben een hele bekende fanfare, de fanfare Eendracht in Landgraaf. Die fanfare zat ooit in de Brandpoort. De Brandpoort ligt hier niet ver vandaan. Zal de mensen thuis ook wel bekend zijn. Toen hadden ze een repetitieruimte. Dat is de repetitieruimte die ze al jarenlang gehad hebben. In de financiële staat die Landgraaf is, is ze niet meer bereid om die fanfare, die tevens ook nog een prijs gewonnen heeft onlangs, om die te ondersteunen, om die een goed onderkomen te bieden. Die zitten nu momenteel in een klein onderkomen ergens in Lauradorp, zich, nou ja,
proberen het hoofd boven water te houden. Zo zijn ook de voetbalverenigingen van plan om te slinken. Zo zijn heel veel verenigingen van plan om te slinken. En zijn we heel veel kwijtraken. Wat ook voor de gewone burger interessant is en bij het gewoon leven hoort. En om die dingen betaalbaar te kunnen houden en om zorg te kunnen dragen voor de burgers die het nodig hebben, willen wij graag fuseren, willen wij graag zorgen dat de gemeente weerbaarder wordt. En dat kan, omdat we met 125.000 inwoners, 125.000 mensen hebben die belasting betalen, die meer geld hebben, die een economisch sterkere kracht hebben, die daarbij ook gewoon de verantwoording kunnen afleggen als gemeente met snelle besluitvorming, om dit gewoon op te lossen. Guy? We hebben het gehad over het sociale domein. U geeft ook zelf een nieuw antwoord nu ook weer het verenigingsleven aan. Ik moet ook even een scheiding maken waar ik op ga antwoorden, gezien de beperkte tijd. Wat betreft het verenigingsleven? In de raadsperiode van 2010 tot 2014 heeft de gemeente Landgraaf ervoor gezorgd dat er 3A-accommodaties zouden moeten komen hier in Landgraaf. Vooral ook om verenigingsleven te bundelen en een nieuwe impuls te geven. Nou, het volgende verhaal is bekend. Park ter Waarde is gerealiseerd en floreert. Park Strijdhagen is ook gefloreerd. En er zou ook eigenlijk Park Heigang komen. Nou, overal in de landen sprak men lovend over onze A-accommodaties. Presentaties moesten overal in Nederland gegeven worden over onze accommodaties. En in Nederland zag men dit als het voorbeeld van hoe je het verenigingsleven in de gemeente zelf kan bundelen en een nieuwe impuls kunt geven. Maastricht doet het al en noemde niet A-accommodaties, maar noemde het sterkparken. Heerlen is daar ook mee bezig. Heerlen is ook mee bezig om verenigingen te bundelen op één park. Na die 4 jaar is er een nieuwe coalitie gekomen. Die coalitie trok de stekker eruit. Want het kostte te veel geld. Met als gevolg, Sport en Leisurepark in Schaarsberg, Park Strijdhagen, moest weggaan. Moest plaatsmaken. Daardoor stagneerde Park Strijdhagen. Park Heigang is er tot het moment van vandaag nog nooit van gekomen. Rimburg had zelf aangegeven om de eigen velden op eigen kosten te draineren. Wat zei PvdA? Doen we niet aan. Waarom? Omdat ze de vereniging weg wilden. Dus als je mij nu de vraag gaat stellen van hoe houd jij het verenigingsleven in Landgraaf op peil en zorg je voor een nieuwe impuls, dan zeg ik, we moeten eerst puin ruimen wat de coalitie voor deze coalitie heeft gedaan. Dus in de periode 2015 tot nu 1 januari ongeveer, hè, laten we zeggen voor de coalitieval 2017. En laten we dan weer die route nemen die de raadsperiode van 2010 tot 2014 heeft gegeven, want die aanpak heeft concreet resultaat opgeleverd. Je ziet het in Park ter Waarde, je ziet het in het Park Strijdhagen en nu is ook Park Heigang aan de beurt. Dankjewel. Guy, aan die het woord nu. De volgende vraag. Hoe geloofwaardig zijn wethouders, meneer Reumkens, als ze lovend zijn over het feit dat de regie over Landgraaf per 17 januari overgenomen wordt door GS? Het uit handen geven van de regie is de oorzaak van de coalitiebreuk, of niet? Ik denk dat u een kleine fout maakt in wat er gebeurt op dat moment. Op het moment dat de provincie een besluit neemt, dan krijgt zij de regie in handen. Dat heeft niks te maken met vrijwillig afgeven. Dat is gewoon een besluit dat de provincie daarin neemt. Wanneer de provincie besluit dat ze wil herindelen, heeft ze op basis van de wet AI de bevoegdheid om te herindelen. Dat kan zij dan doen, daar kan zij mensen bij betrekken, daar is ze vrij in. Daar zijn eerder al debatten over geweest in andere gemeenten, kleinere gemeenten. Veel van de voorbeelden die we hier hebben gehaald zijn van gemeentes, zoals bijvoorbeeld de gemeente Haren, de gemeente Laren. Het zijn kleine gemeentes die moeten fuseren met grote gemeentes, maar dan hebben we het echt over kleine schaal. En het punt blijft, en de rechter is het daar ook gewoon mee eens, dat de provincie daarin gewoon het prerogatief houdt. Ze mag dat voornemen, ze mag dat zo besluiten en ze mag zo die handelswijze inzetten. Wat ik mooi vind aan onze gesprekken hier, is dat wij een verschillende beleving van democratie hebben. En het woord democratie, dat zal zeker nog in ons gesprek vanavond naar voren komen. Maar ik wil hier ook voor de burger een makkelijk voorbeeld stellen. Ja, toch in meer dagelijkse taal, want heel veel burgers vinden het toch wel moeilijk om in wettelijke kaders te denken en ook te praten. Ja, want veel burgers zijn er gewoon niet thuis in.
Ik wil graag het voorbeeld nemen van een slager. Als een slager zijn vleeswaren in de toonbank wil gaan leggen, moet hij aan een bepaalde regelgeving voldoen. Elke slager heeft daar een bepaald stramien voor en regelgeving voor gekregen om die kwaliteit te waarborgen. Nou, begrijp me niet verkeerd, want regelgeving is juist heel erg goed. Regelgeving heb je nodig voor kaders te stellen, want zonder regelgeving zou het gewoon in de soep lopen. Daarvoor hebben we onder andere regels nodig. Dus elke slager houdt zich aan dat stramien van regels om die kwaliteit te kunnen leveren. Maar hoe die slager precies zijn vlees maakt, doet elke slager op zijn eigen manier. Sommigen lijken een beetje op elkaar, maar vragen elke slager heeft zijn eigen foefje daarvoor om zijn vlees te maken, voordat het vervolgens in de toonbank ligt. Wat ik hier met deze metafoor wil aangeven is, als je ons een herindeling door de strot wil duwen, dan wil je eenheidsworsten van ons maken. Je zegt eigenlijk, dit is de manier zoals de burger in landgraaf moet leven, en die heeft maar te luisteren. En dan komen we dadelijk wel op uit op democratie, maar dan hebben we toch een hele verschillende beleving van democratie. En dat is juist goed, want dan kunnen we die vanavond boven water krijgen. Liam, slotwoord. Ja, ik denk dat u daar... Ik heb een hele simpele beleving, maar dat komt misschien door mijn achtergrond als jurist. Ik erken de parlementaire democratie zoals die in Nederland is. Ik ken, zou zeggen, landelijk maar één partij die dat niet doet, die daar toch echt wel hard tegen strijdt, dat is de PVV. Die zullen we ook in het provinciehuis zijn, die ook aanwezig. Die kunnen daar volledig hun mening over op loslaten. Ik zal daar als burger mij niet zo snel aan wagen. Democratie betekent ook niet altijd dat de wil... Het klinkt heel slecht, maar dat is het niet. Het betekent niet altijd dat de wil van de meeste mensen naar voren komt. Het betekent vaak dat er gewoon samenwerkingen worden gesloten, of verbanden worden gelegd, en dat die verbanden dan met oplossingen komen. En dat is in ons Nederlands politiek stelsel, is dat een van de meest normale dingen die we hebben. Zo zijn we ook op dit moment een coalitie aan het vormen op landelijk niveau tussen GroenLinks, VVD, D66 en CDA. Zijn partijen die lokaal misschien niet met elkaar door de deur kunnen, in de provincie misschien zelfs niet met elkaar door de deur kunnen, maar nationaal zal het wel moeten. En dat is wat er in de provincie ook gebeurt. Daar wordt een democratisch besluit genomen door partijen, door een bundeling van partijen die daarachter staat. En die mensen zijn ook gekozen, ook vertegenwoordigen zij ons. En dat is mijn, ik accepteer die vorm van democratie. Ik vecht niet tegen ons parlementair stelsel. En ik heb het gevoel dat het burgercomité daar toch problemen mee heeft. Met het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. Tevreden, Guy? Denk het niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Zeg het nog eens. Maar goed, ik denk dat we steeds op hetzelfde blijven uitkomen. Wat ik wil zeggen is dat ik het mooi vind, want we zijn nu eigenlijk bij vraag 3. Hè? En in 3 vragen zijn we toch politiek bezig. Dus het statement van de heer Reumkes waarin hij zegt, ik ben een burger en ik houd mij af van politiek. Ik vind het knap dat u als burger zich zo verdiept in de politiek, want u heeft daar, zoals ik het nu meekrijg, een duidelijke mening over. Ja, en dat vind ik ook oké. Elk mens moet zijn. Ja, maar je bent al een beetje aan het evalueren eigenlijk. Ja, maar ik wil ook voor hierop terugkomen. Ja. Ja, als de heer Reumkens zijn gevoel uitspreekt dat het burgercomité deze gang van zaken, of althans, als ik de woorden goed begrijp, de parlementaire gang van zaken niet accepteert of tegenwerkt, corrigeer me als ik het fout heb, ja, dan denk ik gewoon dat je dat gevoel bevestigd krijgt, ja. Het burgercomité gaat niet akkoord met de huidige gang van zaken die door provinciale staten gesteld wordt. En dat is ons gevoel. En dat gevoel spreken wij uit. Als je de democratie volgt, hou je je op de eerste plaats aan het gemeenteraadsbesluit. En de gemeenteraad heeft met 15 stemmen tegen herindeling gestemd, dan waren 10 stemmen voor. Maar dat is mijn beleving van democratie. Dat is mijn beleving en het beleving van het burgercomité van democratie. Ik denk dat we hier eindeloos over kunnen debatteren. Nou, dan gaan we dat niet doen. Okay. Mag ik, mag ik wel even een kleine reactie geven op dat laatste wat Guy zegt? Ja. Want Guy geeft het hier over de tweede stemming, zo zeggen, omtrent... eigenlijk de eerste, maar er zijn 2 stemmingen geweest inderdaad. Omtrent het accepteren al dan niet van de fusie. En dit is ook waar Provinciale Staten op inhaakt. En daar zal ze ook een juridische grondslag voor vinden. De
En om verder te kijken naar fusie, fuseren, is mede door het CDA een motie ondersteund voor bredere fusie, die is wel aangenomen. Wat er daarna gebeurd is met de coalitie, dat ligt niet bij ons. Maar dat is één ding is daarin wel duidelijk, en dat is dat CDA en de rest van de oude coalitie heeft gestemd destijds voor, ja, voor een fusie, voor een bredere fusie. Hè? Per motie is dat ingediend. Moest gekeken worden om breder te fuseren, maar toch, alsnog, moest er gekeken worden om te fuseren. Nou weet ik dat er in het burgercomité zit daar een CDA die daar niet algeheel vanaf begin af aan mee eens is. Dus die zal zich daar ook van afscheiden. Maar toch kunnen we niet ontkennen dat die stemming geweest is, dat die motie is aangenomen en dat daarna gekeken is. En wat Provinciale Staten daarmee gedaan heeft, dat ben ik mezelf ook niet algeheel mee eens. Maar toch is dat geweest wat er geweest is. Dankjewel, Liam. Deze vraag heeft eigenlijk iets langer geduurd dan dat we eigenlijk een beetje afgesproken. Maar ik laat de mensen toch de vrijheid eigenlijk om een beetje over en weer te debatteren. Want dat zal tekort doen aan, ja, zeg maar aan de problematiek, zal ik maar zeggen, eigenlijk van vanavond. Liam. Ja. Landgraaf staat er voorlopig nog hetzelfde voor wat betreft financiën. Nou ja, ongeveer hetzelfde in vergelijking met Heerlen. Maar Landgraaf staat er op landelijk niveau op een ontzettend grote achterstand op bijna alle andere fronten. Zeker in het sociaal domein. Hoe gaat doorgaan met Landgraaf op dezelfde wijze hier verbetering in brengen? En nog veel belangrijker, want wij kijken graag naar de toekomst, heeft u er alternatieven voor om dit beter te bewerkstelligen? Jazeker. Ja, wij hebben daar zeker alternatieven voor. Eerste alternatief is om niet te gaan fuseren met Heerlen. Wat hebben wij als gemeente van Landgraaf eraan om te fuseren met een gemeente waarbij de problematieken vele malen groter zijn? We hebben, zoals je stelt, het sociaal domein is een heel belangrijk en stevig stuk hier in Landgraaf. Voeg je bij problematieken met elkaar samen van de gemeente, wordt die alleen maar groter. We hebben feitelijke cijfers. Ik kan ze voor je opnoemen. Ik denk dat dat voor een burgerlijk debat misschien weinig toevoegt. Ik heb de lijst hier. Het heeft ook in de krant gestaan. Maar als daar behoefte voor is, kan ik die later vandaag nog even opnoemen. Waar het om draait is, dat als je de problematieken van Landgraaf gaat samenvoegen met die van Heerlen, dan wordt die groter. Dan wordt de problematiek groter. Je vraagt om een alternatief. Die hebben we. Want wij als burgercomité, wij kijken ook graag naar de toekomst. En we willen ook heel graag samenwerken met de gemeentes hier in de regio. Vergeet dat niet. Alleen, wij willen zelfstandig blijven. Nou, een voorbeeld daarvan is, in Nederland heb je het voorbeeld van de Drechtsteden. En ik kan er, als de tijd om is, kan ik daar verder op doorgaan, meneer. Maar ik kan het ook nu kort uitleggen met uw goedvinding. Als het niet te lang duurt. Nee, ik hou het zo kort mogelijk. De Drechtsteden in Nederland is een samenwerkingsverband van 6 gemeenten. Waarbij elke gemeente zelfstandig blijft. Nou, het zijn de gemeenten Dordrecht, Alblasserdam, Zwijndrecht, Sliedrecht, Hendrik Ido Ambacht. Die gemeentes die zitten daarin. Nou, wat doen die gemeentes? Die kijken gezamenlijk naar de interne problematiek van elke gemeente en gaan ze samen te lijf, waarbij elke gemeente zelfstandig blijft. Dat is de kern van een Drechtsmodel. Wij als burgercomité zien dat ook voor ons, want wij nemen de problemen van Heerlen zeer serieus. En we willen ook echt behulpzaam zijn, maar wel met onze eigen zelfstandigheid. En daarvoor zeggen wij als burgercomité, stellen wij het parkstedenmodel voor. Dankjewel. U bedankt. Liam? Ja, u stelt het parkstedenmodel voor. Wat, ik vind het mooi dat u in ieder geval wel een alternatief biedt, maar helaas biedt u een alternatief waar we al jarenlang mee bezig zijn. Als ik het heb over jaren, dan zijn we op decennia aangekomen. Samenwerkingsverbanden zijn in deze lokale regio, hebben ze gebleken, heel veel te kosten, lopen aan tegen hele lastige besluitvoering. Zeker zijn er ook wel eens positieve dingen uitgekomen, maar we zien hier op zulke schaal zoals wij het hebben, en wij zitten hier op een hele aparte schaal, er is geen gebied waarschijnlijk te vinden in Nederland, waar de steden zo dicht tegen elkaar aan liggen en de gemeentes, en waarbij de grenzen zo strak getrokken zijn toch tussen een ieder. En het gewoon samenwerken, dat helpt niet. En we zijn nu al in heel veel zaken hebben een centrale, zijn we gecentraliseerd. En dat zal ook even iets langer nodig hebben als ik daar... Als je dat mag, mag u dat ook. Goed, dus want we hebben het bijvoorbeeld over de zorg.
Kan ik bijvoorbeeld een voorbeeld noemen. Hè? We hebben hier vroeger, hadden we hier in Landgraaf diverse doktoren. Dat overal in Landgraaf verspreid. Momenteel hebben we dat gecentraliseerd in het medisch centrum in Landgraaf. Weet je wat er in het medisch centrum gebeurt? Ik ga naar mijn dokter, nog steeds mijn oude dokter. Maar ja, we hebben het wel op een centraal punt gebracht. Dat werkt best efficiënt, werkt heel goed. Maar het eerstvolgende wat er dan gebeurt, als ik bij mijn huisarts ben geweest, is dat hij mij verwijst naar het ziekenhuis te Heerlen. Ja, tegenwoordig zijn ook zij op een wat grotere schaal samen aan het werken. Soms verwijst hij me ook nog wel eens naar Maastricht. Misschien verwijst hij me naar Sittard. Maar dat is een beetje een bovenregionaal probleem. Hè, dat hebben we overal. Waar ik op wil terugkomen is, ook in Landgraaf, binnen Landgraaf is er gecentraliseerd. Is er één geheel gemaakt. En daarbij, ook daar waren wij afhankelijk van Heerlen. Natuurlijk hoeft niet alles in Heerlen te liggen, maar onze diensten neigen daar wel naartoe. Dat alles naar Heerlen toegetrokken wordt. Dat kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar soms wel. Als we gefuseerd zijn, kan ik u één ding wel zeggen, dan is de stem van de burger van Landgraaf binnen die centralisatie net zo belangrijk als de stem van een burger van Heerlen. De stem van Landgraaf. De stem van Landgraaf. Gie. Ja. Terugkomen op de samenwerking. Hè? Die heeft gelukkig heel veel inhoud verteld. En ik kan natuurlijk niet op alles terugkomen. U vraagt mij naar een alternatief. En dat alternatief stel ik voor. Ja, want wij merken als burgercomité ook heel erg sterk. Dat wij toch wel sterk worden afgeschilderd als het comité dat zich alleen maar verzet. Wij willen zelfstandigheid bereiken. Maar we willen ook samenwerken. En dan denken we mee. Omdat wij willen samenwerken en voorstanders van de fusie willen ook samenwerken. Maar dat wil niet zeggen dat je de ene samenwerking met de andere samenwerking kan vergelijken. Je kan de samenwerkingen die tot dusver zijn geweest, kun je op geen enkele manier vergelijken met bijvoorbeeld een Drechtstedenmodel. Voor ons, zoals wij het voorstellen, een Parkstedenmodel, dat zal natuurlijk onderzocht moeten worden. Dat zal met feiten onderbouwd moeten worden. En er zal moeten gekeken worden of dat hier in deze regio haalbaar is. Maar het voordeel daarvan is wel dat je al een voorbeeld hebt in Nederland van het Drechtstedenmodel waarmee je kunt werken. Voor die gemeentes werkt het. Wil automatisch niet zeggen dat het voor ons werkt. Zoals ik zei, de ene samenwerking kun je niet met de andere vergelijken. Maar wij vinden het wel zeer zeker de moeite waard om daar aandacht aan te geven. Om daar eens goed naar te kijken voor hoe je die samenwerking volgens het Parkstedenmodel, hoe je dat invulling zou kunnen geven. Alleen, daar is misschien de tijd niet voor. Nou, als we het over tijd gaan hebben, ja. Heb ik ook weer andere argumenten. Nee, nee, ik bedoel het traject waar we nu bezig zijn, hè, met het herindelingstraject. Ja. Nou goed, kijk. Daar bedoel ik eigenlijk die tijd mee. Ja, kijk, ja. Die tijd van het herindelingstraject is ook een interessante. Ja, ja. Maar daar komen we dadelijk misschien dat op terug. Dat denk ik ook misschien wel. Even die ja. Vragen nog. Liam, de volgende vraag. Oké. Okay. Landgraaf is afhankelijk van infrastructuur en diensten uit de gehele regio. Deze diensten, zo blijkt de afgelopen jaren, worden steeds meer gecentraliseerd. Om inspraak te kunnen blijven houden en om diensten zo dicht en efficiënt mogelijk bij de burger te houden, hebben we inspraak nodig. Een fusie waarborgt de inspraak van de burger van Landgraaf in de uitoefening, uitvoering en plaatsing van deze diensten. Wat vindt u ervan dat de inwoners van een zelfstandig Landgraaf hierover de volledige zeggenschap zouden kunnen verliezen? Ja, deze vraagstelling, meneer en meneer Reumkens, is eigenlijk geen vraagstelling. Het is wel in de vraag gesteld, maar de onderliggende boodschap komt ook heel helder naar voren. En het is iets wat vaker gebeurt ook richting de burger van Landgraaf. De vraagstelling stelt, fuseer je, houd je inspraak op de uitvoering, op de uitoefening. Fuseer je niet en blijf je dus zelfstandig. Loop je een hele grote kans dat je inspraak op de uitvoering en uitoefening misloopt. Dat je die niet meer hebt. Daar gaat het in de kern om. Maar dat kan niet zomaar zo gesteld worden. Wie zegt dat als wij zelfstandig blijven, dat wij onze inspraak verliezen? Als je al hebt over democratische systemen, waar je zo graag van spreekt, hè, dat je die moet volgen. Nou schiet me af, maar in het democratisch stelsel, als hier in Nederland, als wij zelfstandig blijven, bestaat er op geen enkele mogelijkheid dat wij inspraak verliezen. Want wij blijven Landgraaf en we hebben ons recht van inspraak. En deze stelling wordt heel vaak naar de burger toegeprojecteerd. Fuseer met ons, dan lukt het ons wel en hou je wel inspraak. Fuseer je niet met ons, word je weggeschoven. Dus wat moet je doen met ons fuseren?
Nee, je moet die burger zelf laten kiezen. Je moet die burger laten kiezen. Wil ik wel fuseren? Streep ik ja aan in een referendum? Wil ik niet fuseren? Streep ik nee aan in een referendum? Van de burger moet je uitgaan. En dan kom je bij je inspraak. Dat is het eerste inspraakrecht van een burger. Laat dat referendum er zijn. Waarom is daar zoveel weerstand bij? Waarom mag de burger van Landgraaf zijn en haar eigen stem niet laten horen? Ja, ik wil graag eerst reageren op het eerste wat u daarbij gesteld heeft. Het punt is dat in het politieke landschap en in het private landschap, zoals we dat kennen, bepaalde instellingen en bepaalde zaken van elkaar losgekoppeld zijn. De ontwikkeling daarbij is van de afgelopen jaren, en dat kunnen we allemaal vinden van de landelijke politiek, wat we daarvan willen. En ja, hier betrek ik even de politiek zeer zeker erbij. Er zijn gewoon ontwikkelingen geweest waar wij allemaal geen invloed op hebben gehad. En daarbij komt het nou zo uit dat bepaalde gemeenten over bepaalde functies, bepaalde diensten meer invloed zullen uitoefenen dan dat anderen dat hebben. Zeker als ze die diensten behouden. Dat betekent dat ja, wij als gemeente Landgraaf kunnen niet zeggen wat er gebeurt met het ziekenhuis in Heerlen. We kunnen wel een klacht indienen, we kunnen ons wel beklagen, maar we hebben daar niet direct invloed op. De gemeente Heerlen heeft daarvoor over de bevoegdheid om daarover bij te passen. Als wij dadelijk bijheren, ja, bijheren is een foute term, dat moet ik even heel erg hard op corrigeren, want we gaan samen, wij hebben die uitnodiging gestuurd. Of we daar nog altijd mee eens zijn dat we die uitnodiging gestuurd hebben, is een tweede, maar wij hebben die uitnodiging gestuurd. Dus wij hebben gevraagd om met hen samen te gaan, om dat soort problemen beter aan te pakken, daar zelf die inspraak in te winnen. Dan wil ik dan toch terug zeggen, ja, daar vragen wij toch die inspraak voor terug, eigenlijk, dat is wat wij doen. Naarmate de ontwikkelingen zijn geweest in het verleden, zijn we inspraak verloren. Die inspraak willen we graag terug hebben. En wij denken dat dat samen in een grotere gemeente, waarin wij dan ook onze eigen inspraak behouden, veel beter tot z'n recht kan komen. Zie? Ja. Nou goed, als het gaat over de inspraak, ik denk dat ik in mijn vorige commentaar er heel erg helder over ben geweest. Hoe het burgercomité daar ook tegenaan kijkt. En het is ook gewoon een verschil van beleving. Zoals wij heel veel verschillen hebben. En dat is ook goed. En dat mag ook. Wat ik graag meer over zou willen weten, maar dat zal ook wel dadelijk over een andere vraag terecht komen, is dat referendum. Want als je het hebt over inspraak, dan heeft de burger het eerste inspraakrecht. Dat is een grondrecht van de burger om zijn en haar stem te laten horen. Iets wat wij als burgercomité ook gewoon doen. Wij vertegenwoordigen een deel van de burger die tegen herindeling is, en u met uw comité vertegenwoordigt een deel van de burger die voor herindeling is. Kijk, met een referendum is dat heel erg mooi, want de kansen zijn 50-50. Komt u daar alleen nog terug op het referendum, zei u? Nou, ik ga er een beetje van uit dat dat in de vraagstelling verwerkt is. Maar goed, het zal zeker wel eens een rode draad terugkomen, ja. Ja, we hebben inmiddels de laatste vraag van de eerste ronde van Liam gehad, Liam Rumkens. We gaan nu met de laatste vraag van Guy Aertens beginnen. Mm-hmm. Guy, een goeie trui, zou ik zeggen. Nou, laten we doorgaan op dezelfde manier. Ja. Liam, wat bepaalt voor jou het landgraafgevoel? Zou je je kunnen voorstellen dat veel mensen een ander gevoel hebben dan jij? Ja. Nou, ik kan mij zeer zeker voorstellen dat mensen een ander gevoel hebben dan ik bij het landgraaf. Het gevoel landgraaf. Maar zal ik zo op terugkomen. Maar ik zal zeggen, ik kan mij voorstellen wat anderen daarvan vinden. Wat de tegenpartij daarvan vindt. Waarom ze dat vindt. Ja, dat kan ik. Dat vind ik ook. Maar ik ben daar in diverse politieke debatten ook in de raad met mijn inspraak bij geweest, aanwezig geweest en ook online natuurlijk wel eens mijn mening verkondigd. En daarbij, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb liever dat men eerlijk is over wat men wil. En daar kom ik bij u toch al wat eerlijkere dingen tegen dan dat ik eerder ben tegengekomen. En als mensen zeggen, wij accepteren de consequentie. Bijvoorbeeld u stelt een samenwerkingsverband, een nieuw samenwerkingsverband voor. Met behoud van eigen zelfstandigheid. Met behoud van eigen zelfstandigheid, maar daarbij Zou dat samenwerkingsverband ook kunnen falen? En dan komen we misschien weer terug op het punt waar we nu zijn, waar we dan toch weer een discussie over fusie zullen krijgen over een aantal jaar. Dat zou u kunnen begrijpen, toch? Ik merk nu dat hij graag een prognoses doet. En prognoses, als ik zei, prognoses kunnen werken, maar kunnen ook niet werken. Nee, ik stel gewoon het simpele punt, zeg maar, als het faalt, moet er een alternatief komen. Ook dat, ook als uw alternatief faalt, zal er uiteindelijk weer een oplossing moeten komen. Dat lijkt me wel, want je kunt niet met lege handen zitten, toch?
Uiteraard. Ja. En ik ben wat wij, ook als stichting, maar ook ikzelf zeker onderschrijf, is dat we graag eerlijkheid hebben over de consequenties die het niet fuseren heeft. En andersom net zo goed ook de eerlijkheid over de consequenties die het wel fuseren met zich meedraagt. Dan als laatste mijn eigen gevoel. Ja, u hebt het over Landgraaf. We gaan daar later ook op terugkomen waarschijnlijk. Maar ja, Landgraaf. Ik heb er niks mee. Ik ken ook in boven de rivieren ken ik niemand die zich echt iets kan voorstellen bij Landgraaf. Misschien bij Pinkpop. Mensen denken dan al heel snel, ja, dat lag toch in Heerlen. Maar nee, ik ben niet in Landgraaf. Ik ben niet eens een jongen. Ja, ik ben wel een jongen in Nieuwenhagen. Maar voor mij is Landgraaf iets heel anders. Qua identiteit, qua erkenning. We zitten hier op de Lichtenberg. We grenzen hier wel een beetje aan Schaarsberg. Maar een paar honderd meter verderop zit de Voort. Dan is er weer Nieuwenhagenheide. Dan is er Lauradorp, dan is er Abdisse Bos. Die identiteit, die kleine identiteit, die is gewaarborgd in Landgraaf. Die zal ook kunnen gewaarborgd blijven in een grote gemeente. Maar dat is wat voor mij Landgraaf een beetje het gevoel geeft. Het verenigingsleven, elk gedeelte van Landgraaf heeft een beetje zijn eigen vereniging. Vroeger hadden we de fanfare hoorde bij de ene kerk, de harmonie hoorde bij de andere kerk. De ene voetbalvereniging hoorde weer bij die ene fanfare. De andere weer bij een andere, de harmonie of wat anders. Zo gaat dat ook met carnavalsverenigingen. Ik denk niet eens dat de Landgraaf op zichzelf zo een verdedigbaar... Ja, misschien, natuurlijk is het een verdedigbaar iets. Maar ik denk dat het gevoel ook bij de mensen meer zit. En ja, jong, ik kom uit de Voort. Jong, ik ben Lauradorp. Zelfs groen, sterker nog, ik ken mensen die zeggen, ja, ik kom uit de Groenstraat. En dan is er nog een verschil of je uit Groenstraat, de westkant van de Groenstraat komt of de oostkant van de Groenstraat. Het is maar hoe je klein of hoe groot je het wil pakken. Maar dat is het gevoel van de mensen zoals ik het ken en zoals ik het zelf ook ervaar bij Landgraaf. Dankjewel, Liam. Voordat we het programma af gaan sluiten, wil ik nog even Guy de kans geven om daarop te reageren. Mm. Guy? Wat me opvalt, je zegt van Landgraaf, en ik heb je dat ook op de raadsvergadering van 22 december 2016 horen uitspreken overigens, dat je niets met Landgraaf hebt. Althans, zoals het op mij overkomt, je hebt toen letterlijk gezegd, ik heb niets meer in Landgraaf. Wat ik nu een beetje uit jouw woorden opmerk is dat je toch een bepaalde afstand naar hebt, maar zo komt het op mij over. Dan kan ik mij de vraag stellen van ja, als je Landgraaf zo beleeft, wat maakt het dan dat jij in dit debat kunt zitten om te beslissen wat goed zou zijn voor de burger van Landgraaf? Maar ik wil het liever even op mezelf betrekken. Ik ben hier geboren en getogen. Als je vraagt naar mijn Landgraafgevoel. Ik ben hier geboren en getogen. Ik heb hier op de basisschool gezeten. Middelbare school. Ik heb al mijn eerste vriendinnetje gehad hier in Landgraaf. Ik ben in Den Haag gaan studeren. Ik ben daar ook gaan wonen. Ik ben in Sittard daarna gaan studeren. Gaan wonen. Gaan werken. En ik ben toch teruggekomen. En hier in Landgraaf. En waarom ik toch teruggekomen ben, was vooral de reden omdat ik het zo mooi vond dat de laagdrempeligheid al was tussen de politiek en de burger. En als je mij vraagt voor wat betekent voor mij het Landgraafgevoel, dan denk ik heel erg sterk, nou sterker nog, dan denk ik gewoon vooral ook aan de laagdrempeligheid tussen de burgers onderling in contact, maar ook de laagdrempeligheid tussen de politiek en de burger. Dankjewel, Guy. Ja. Het Landgraafgevoel, wel of niet het Landgraafgevoel van beide heren. Mag ik daar even wel nog een reactie? Eventjes heel snel, want... Ik ga even heel snel, want dat was een beetje een venijnige opmerking, vind ik zelf. U probeert neer te zetten alsof ik niet een gevoel heb bij Landgraaf. Maar u hebt een grote fout gemaakt. Is dat venijnig? Ik vind dat venijnig zoals u dat stelt. Okay. U stelt dat zo alsof ik geen gevoel zou hebben bij Landgraaf. Maar u erkent daarbij niet dat ik zeg, ik heb een gevoel met het dorp, hè? Dorp waar ik vandaan kom, hè? Ik ben van hier, hè, 500 meter vandaan vind je mijn huis. Daar woon ik, daar komt dat. Ik heb niet zozeer iets met Woubach, ik heb niet zozeer iets met Rimburg, ik heb niet zozeer iets met Schaarsberg, ik heb iets met hier. Neuhagen, hè, gewoon lekker de Brunsteme hei op. Ik kan nog zeggen, geen hei, een jong van geen hei. Dat was de basisschool waar ik zat. Dan naar Eikhagen, ja, dat is dan een stukje verder weg. Maar hè, hier gevoetbald, hier opgegroeid. Meegekregen, ja, ik zat er zelf niet zo sterk in, maar in het begin hier ook bij de fanfare gezeten die aan die kant van de Hoogstraat ligt. Dat is het gevoel van Landgraaf voor mij, waar ik ook denk dat gewaarborgd kan blijven bij, in een grotere gemeente, want het is ook niet verdwenen naar de oorspronkelijke fusie waarin Landgraaf is ontstaan. Want Landgraaf als een concept in zijn geheel, daar gaat het mij dan om, Landgraaf als concept heb ik niet zoveel mee. Met de mensen hier, de burgers en het gevoel dat zij onderling op een individuele dorpjes, straten, en kleine gebieden hebben waar zij hun identiteit bij voelen, daar heb ik wel wat mee.
Nou, Dankjewel. dus duidelijk dat mijn opmerking iets bij u heeft losgemaakt en dat u heeft geraakt. En ik denk dat alleen maar goed is dat u dat heeft geuit. Dus twee landgraafse jongens nog heel gelukkig aan de tafel. Heren, bedankt voor jullie. Toch wel, het loopt lekker pittig op het debat. Leuk, beloof wat voor de volgende week. Ik dank in elk geval de aanwezigen hier in de burgerzaal. U kijkers thuis, bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week als beide heren weer hier aan deze tafel komen zitten voor een vervolggesprek. Dank jullie wel.